Hoe kon IS zo succesvol worden? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik vraag u even goed te kijken naar de foto's die achter mij staan. En met name te letten op dat gebaar met die ene vinger. Want wat zou dat nou betekenen? Betekent dit dat. Deze IS-aanhangers zich de nummer één vinden onder de jihadistische bewegingen? Nee, dat betekent het natuurlijk niet. Het betekent heel simpel dat ze met, deze, met dit gebaar willen aangeven dat er slechts één God is. Dus het is een monotheïstische boodschap. Er is slechts één God. Als je naar de vlag kijkt, dan zie je dat daar ook die woorden in staan. Er is geen God dan God. En Mohammed is de profeet van God. Er is geen God dan God. Dus er is maar één God en er mag maar één God aanbeden worden. Dat is heel, heel cruciaal in het denken van IS. Maar waar komt dat idee nou vandaan? Dat je maar één God mag aanbidden. Ik ga nu ook de hele tijd zo doen. Dat er maar één God is. Dit komt uit het Wahhabisme. Wahhabisme is een Soenitische vorm van de islam. Die staatsgodsdienst is geworden in Saoedi-Arabië. Al een hele tijd geleden. Wahhabisme, om het kort uh, te zeggen, is een hele. Ultra-orthodoxe, een hele puriteinse vorm van islambeleving. Die teksten heel letterlijk neemt. Het heeft ook trekken van xenofobie. Maar wat nog belangrijker is, is dat het wahabisme heel erg anti-Shiitisch is. Wahhabi's willen niets weten van mensen die de Shia-islam aanhangen. Shia-islam is een minderheid. In de wereld van de islam. Soenieten zijn verreweg in de meerderheid. En vervelend is nu dat juist Shiiten zo een cultus hebben gemaakt van verering van imams. Op de foto zien we een beeldenis van imam Ali. Imam Ali is de belangrijkste imam binnen het Shiisme. Ze kennen in Iran Twaalf imams. Dit is de grondlegger van het shiïsme, zou je kunnen zeggen. Deze man en de andere imams met hem worden enorm vereerd. En je ziet deze pl platen zie je ook overal in Iran: in boeken, in kranten, soms bij krantenstalletjes. Ze hebben daar inderdaad een hele cultus van gemaakt. Het is natuurlijk een gruwel, een gruwel in de ogen van Wahhabi's. Want je mag alleen maar God vereren en niet anderen. Dat betekent dan ook dat in het wahabitisch gedachtegoed, en dat wordt door IS in praktijk gebracht, elke dag, in het wahabitisch gedachtegoed zijn Shiiten ongelovigen. En ongelovigen moet je bestrijden, desnoods met geweld. En van dat geweld weten we heel veel. Als het gaat om niet-moslims. Christenen of joden of anderen, heb je het ook heel zwaar in Saoedi-Arabië. Je moet heel lang zoeken en je zult hem nooit vinden om een kerk te vinden in Saoedi-Arabië. Is verboden. Alleen Soenitische moskeeën zijn gelegaliseerd en een enkele shiitische moskee in het oosten van het land. Nou, wat heeft het nu allemaal met IS te maken? Behalve dan dat symbool van die ene vinger. Het gedachtegoed van het Wahhabisme in Saoedi-Arabië. komt in grote lijnen overeen met het gedachtegoed van IS. En veel hoor je dan zeggen, ook in Nederland, in de media, dat IS een rechtstreeks verlengstuk is van de Saoedische overheid, van de Saoedische buitenlandse politiek. Ja, en dat gaat mij dus te ver. Dat is een te directe relatie die je nooit kunt aantonen. Sterker nog, IS is uit op het hoofd, letterlijk op het hoofd van de koning van Saoedi-Arabië. De kalif Abu Bakr al-Baghdadi heeft meerdere malen verklaard dat het huis van Saoed illegitiem is. Illegitiem omdat ze de heiligste plaatsen van de islam, Mekka en Medina, bezet houden. En ze moeten daar liever vandaag dan morgen uit verwijderd worden. Dat is het grote ideaal van uh, Abu Bakr al-Baghdadi. De Saoedi's hebben in de afgelopen decennia met miljoenen dollars gestrooid, over de hele wereld, maar vooral in het Midden-Oosten, om die ideeën van het Wahhabisme te verspreiden. Ze hebben religieuze seminaries gefinancierd, ze hebben moskeeën gebouwd, ze hebben scholen gebouwd, madrassas genoemd in sommige delen van Azië. En ze hebben heel veel Korans geëxporteerd. Maar dit was natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Dat een beweging als IS zich ook vervolgens tegen dat koningshuis ging keren. Een onbedoeld gevolg zou je kunnen zeggen. Zo'n onbedoeld gevolg kan zich ook nadrukkelijk gaan manifesteren als we kijken naar wie de strijders zijn van IS. En als we kijken naar dit overzicht, dan zien we dat de meeste strijders die naar het strijdtoneel trekken in Irak en Syrië, de meeste strijders komen uit het Midden-Oosten. De cijfers zijn onbetrouwbaar. Maar wat je toch steeds weer terugziet is dat uit Tunesië. De meeste jihadisten komen, maar een goede tweede is Saoedi-Arabië. En inmiddels weten we al dat heel wat van die jihadisten vanuit Saoedi-Arabië, ook Tunesië trouwens, maar we hebben het hier nu even over Saoedi-Arabië en IS, dat een aantal van die mannen al terug is gekomen. Die zijn al geïnfiltreerd. Nou, wat gaan die doen in Saoedi-Arabië? Die gaan de agenda uitvoeren van de kalif. Dus er is een rechtstreekse bedreiging. Voor het Koningshuis van Saoedi-Arabië. We noemen dat in het Engels een blowback effect of in goed Nederlands een boemerang effect. Daar is het Koningshuis nu mee geconfronteerd. IS doet dus zijn best om het huis van Saoed weg te krijgen en dat kalifaat uit te breiden. Intussen doen wij, het Westen, zijn best. Om IS weg te krijgen. Misschien weet u nog wel dat president Obama in september 2014 een belangrijke speech hield. Waarin hij de vorming van een internationale coalitie aankondigde. Om IS te bestrijden. Inmiddels maken daar meer dan 60 landen maken daar deel van uit. En Obama zei toen. We will degrade. En ultimately destroy ISIS. Hele ferme woorden. Wij zullen ze vernietigen. Nou, gaat dat nou ook lukken? Dat is zeer, zeer de vraag. En waarom is dat zeer de vraag? Daarvoor ga ik een tijdje terug in de geschiedenis om te beginnen bij het begin, om het zo maar te zeggen. En dan gaan we terug naar 9-11. Naar New York en Washington. En naar 2003, de invasie van Irak. En die twee zijn heel nauw met elkaar verbonden. 9/11 en de invasie, de Amerikaans-Britse invasie van Irak. Op 1 mei 2003 kraaide president Bush victorie. Hij zei, staande op de USS Abraham Lincoln. Mission accomplished. We hebben de klus geklaard. We hebben ze verslagen. Hij steekt trouwens een duim op, hè? Niet één vinger. Laat, laat u niet afleiden. Nou, niets bleek minder waar. Niets bleek minder waar. Hij kraaide veel te vroeg victorie. Veel te vroeg. Want wat bleek? De invasie van Irak bleek slechts de opmaat... Naar een gruwelijke burgeroorlog in Irak. En het Soenitisch verzet kreeg langzamerhand vorm vanaf 2003. Het begon met de oprichting van Al-Qaeda in Irak. Later ging die beweging Al-Qaeda in Irak over in Islamitische Staat van Irak. En nog weer later ging die naam over in, en dan wordt het interessant, Islamitische Staat in Irak en Syrië. En vervolgens wordt het nog uh, korter, de naam, en dan gaat het gewoon Islamitische Staat heten. Maar nou, vooral het moment dat Syrië in de naam verschijnt, is interessant om even bij stil te staan. Omdat hier een directe link is met de Arabische lente. Wellicht weet u nog dat ook in Syrië mensen de straat op gingen vanaf maart 2011. Aanvankelijk een heel. Geweldloos protest, maar dat duurde maar heel kort en dat werd al snel heel gewelddadig. He, die, dat verzet werd overgenomen door allerlei extremistische, islamitisch-extremistische bewegingen. En dat bood ruimte voor die beweging, die eerst nog heette Islamitische Staat van Irak, maar die maakte zo'n progressie in Syrië, dat hij op een gegeven moment zijn naam ging veranderen in Islamitische staat van Irak en Syrië. Nou, hoe kwam dat nou? Dat, dat ISIS, zoals het eerst nog heette, zo uh, snelle progressie maakte. Dat was vooral omdat ze ontzettend goed georganiseerd waren, dat ze de, het bezit hadden over een uitgebreid wapenarsenaal en dat de strijders heel gemotiveerd waren. De doelstelling van de Islamitische staat is nummer 1. Nummer 1, nummer 1, de verdrijving van Bashar al-Assad, die als Shiït wordt gedefinieerd. Hier heb je weer dat Wahhabisme enzovoorts. Het aantal strijders, we weten het niet. Ik heb dat uh, proberen te achterhalen. De minimale schatting is dat er 30.000 uh, IS-strijders zijn. Andere schattingen komen uit op 100.000. En de meest extreme schatting is dat er 200.000 djihadisten zouden zijn. Die laatste schatting komt uit kringen van de Koerden... die er ook wel enigszins belang bij hebben, denk ik, om dat cijfer enigszins te inflateren. Waarom is IS nou zo succesvol? Waarom eh, boeken ze zoveel eh, vooruitgang? Om te beginnen, en dat is verreweg het belangrijkste... Zij zijn, althans ze zeggen te zijn, de enige groep... Die heel hardhandig, nog, altijd, nog, niet zonder veel, nog niet met veel succes, optreedt tegen Bashar al-Assad. Het Westen kijkt toe, het Westen doet niks. Zij zijn de enigen die de wapens opnemen. En dat levert ze heel veel krediet op. Een andere factor die van belang is, is het militaire leiderschap, die goede militaire organisatie. Wat weinig mensen weten, is dat het kader van IS, dus de mannen die ertoe doen. Zijn mannen uit het Irakse leger, zijn mannen, hoge officieren en ook generaals, die eh, na het vertrek van de Amerikanen uit Irak in 2011 eh, zich bij het verzet hebben aangesloten. En zeker zo belangrijk is het feit dat IS ontzettend goed in de slappe was zit. IS heeft diverse inkomstenbronnen. We kennen allemaal de verhalen van de kidnappings en de afpersingspraktijken, maar dat levert niet zoveel geld op. Het meeste geld wordt simpelweg verdiend door olie te verhandelen. Er wordt gezegd, niemand die het zeker weet, dat IS per dag 1 tot 3 miljoen dollar incasseert met oliesmokkel. Nou, daar kun je iets mee doen, zou ik zeggen. En een laatste factor die dat succes deels verklaart, is dat IS eh, ook in Irak, dus niet alleen in Syrië, maar ook in Irak, duidelijk strijdt tegen het sectarisme. Van de regering in Baghdad. We hebben daar een nieuwe regering gekregen een tijd geleden. Maar die is van hetzelfde laken dan pak. Er is nog steeds duidelijke discriminatie van de shiïtische regering in Baghdad. Naar de soenieten binnen Irak. Dus de strijd tegen IS zal er een van lang, lange adem zijn. Als die al ooit gewonnen kan worden. Als hij al ooit gewonnen kan worden. En in dat verband bevind ik me in goed gezelschap. David Richards was de opperbevelhebber van de Britse strijdkrachten tussen 2010 en 2013. En hij heeft dus alles meegemaakt in de regio, zou je kunnen zeggen. Ook Libië, de invasie van Libië. Dus deze man weet waarover hij spreekt. En wat hij zegt is: Wij kunnen IS militair niet verslaan. Tenzij, tenzij we boots on the ground brengen. Grondroepen. Ja, niemand wil daar aan. Niemand wil zich storten in een tweede moeras van Vietnam, wordt er dan wel gezegd. Daar wil niemand aan. In de regio niet. En ook in Europa of de Verenigde Staten of Japan niet. Dus er komen geen boots on the ground naar alle waarschijnlijkheid. Dat betekent dat uh, IS militair niet verslagen. Zal kunnen worden. Hij zei nog iets heel interessants, deze David Richards. Hij zei: De invasie van 2003 is misschien wel een enorme strategische blunder geweest. Ik citeer uh, Richards nou: een strategische blunder geweest. Want het heeft nou eenmaal, en dat zegt hij letterlijk, de condities geschapen waarin een beweging als IS kon opkomen. En dat heeft hij goed gezien. Er is natuurlijk later nog Syrië bijgekomen, maar in 2003 is de voedingsbodem gelegd voor wat later IS is geworden. In 2011, ter afsluiting, leek het erop dat de Arabische revolutie de wereld eh, democratieën rijker zou maken. Dat eindelijk de Arabische wereld ook het walhalla van de democratie zou gaan bereiken. Dit is een cartoon die in die tijd heel veel gebruikt is. Er staat in het Arabisch democratia. Democratie. Nou, inmiddels zijn we ruim vier jaar verder. En die lente lijkt tamelijk vastgelopen. Lijkt tamelijk vastgelopen. Er zijn krachten vrijgekomen die niemand had kunnen voorzien. Die niemand had kunnen voorzien. En de meest extremistische en gewelddadige kracht die daaruit is voortgekomen, is de Islamitische staat, waar we nog niet vanaf zijn.